Goedemiddag. Welkom in het gebied Bourtange. Het gebied waar we de allereerste aankoop hebben gedaan toen we in 1936 werden opgericht. Je bent live bij het Groninger landschap. Mijn naam is Michel. En we zijn dus in Bourtange. En ik ben op bezoek bij Jesper. Dag Jesper. Goedemiddag Michel en kijkers natuurlijk. We zijn hier vanmiddag bij het Groninger landschap. Bij een van onze gebieden. Zoals Michel net al vertelde, onze eerste aankoop Bourtange. Nou, dit is een klein plattegrondje van hoe het eruit ziet. Bourtange is denk ik bij bijna iedereen eigenlijk al wel bekend puur om de vesting. Nou, zoals jullie kunnen zien hier met al het water eromheen zit inderdaad een oude vesting die stamt uit in ieder geval van vroeger. En dit is het eerste aankoop geweest van het Groninger landschap. Dus wat hier op de kaart te zien is, proberen wij in ieder geval in goede vorm te beheren. En we hebben daar eigenlijk best wel een beetje een soort plannetje van gemaakt. Want ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar alles wat jullie zien hier, dit is allemaal ons terrein eigenlijk. En vroeger was dit allemaal veen en nu is het allemaal zand. En daar hebben wij als Groninger landschap echt wel een hele belangrijke rol in gespeeld. Als veen was natuurlijk goede landbouwgrond, dus hier werden vroeger allemaal aardappels en dat soort andere gewassen op verbouwd. En dat betekent dus dat het een hele vruchtbare grond is. En wat krijg je met een vruchtbare grond? Krijg je eigenlijk maar een paar soorten vegetaties die zich hier op vastzetten, zeg maar. En met een hele schrale grond, en een schrale grond dat betekent een voedselarme grond, dat betekent dat je heel veel soorten gaat krijgen die eigenlijk niet zo heel veel voorkomen in Nederland of in Groningen. En we gaan zo meteen een van die soorten bekijken, het blauwe knoopje. En die zit hier een klein stukje verderop, als het goed is in ieder geval. We hopen het in ieder geval dat we ze even aan jullie kunnen laten zien. Dus ik zou zeggen, gaan we eens even op zoek, gaan we die kant op. Prima. Je bent medewerker natuur, geloof ik. Ja, correct, ja. Maar daarnaast doe je ook nog een opleiding. Ook nog een opleiding, ja. Jij was natuurlijk vroeger coördinator jeugdboswachter. Nog steeds, ja. Of nog steeds, ja, nu nog steeds. Dan ben je een jaar of 11, 12, denk ik. 12, ja. Nou, toen ben ik begonnen als jeugdboswachter aangemeld via van RTV Noord, was het op, dacht ik. Toen dacht ik, dat is wel wat voor mij. Dus ik heb me toen geprobeerd aan te melden. Nou ja, uiteindelijk is dat gelukt. Toen kreeg ik een klein stukje Overbos, dacht ik, ja. In Slochteren. Dat was redelijk dicht bij mij in de buurt. Ik woon daar redelijk dichtbij. Dus ik kon ook bij mijn vader daar elke zaterdag heen. En vogels kijken, eieren zoeken, paddenstoelen bekijken. De schapen tellen, dat was een van mijn taken. Kreeg je als boswachter altijd een paar taken naar je toe gewezen. Ik had afval opruimen, schapen tellen. Nou, en een beetje mezelf een beetje gebiedswijs maken, zeg maar. Dus toen ben ik inderdaad jeugdboswachter geweest voor een jaar of 3, 4, denk ik, zoiets. Nou ja, dan word je wat ouder en dan val je niet meer onder jeugd en niet meer, dus dan verwatert dat een beetje. Maar toch altijd wel een beetje, ik ben altijd een beetje een buitenjongen geweest. Vissen en wandelingen maken, fietsen en dat soort dingen vind ik nog steeds heel leuk. En toen deed ik de opleiding, ik heb mijn haven afgerond, toen heb ik de opleiding sportvisserij en aquacultuur afgerond. En toen zat ik in het laatste jaar van die opleiding en toen moest ik een stageplek hebben, maar die had ik eigenlijk nog niet. Nou ja, en gelukkig schoot jij me eigenlijk te hulp, Michel, met mijn stage. Toen heb ik eerst 4 weken met jou lessen gegeven. Ja. Over de verschillende festivals die wij als Groninger Landschap organiseren. En toen heb ik de laatste 4 weken bij Sylvan, nu mijn huidige baas, in Rayon Oost, dus in Termunten, heb ik stage gelopen. En dat is van beide kanten zo goed bevallen, dat we hebben gezegd van, moeten we misschien maar een werk- en leertraject gaan starten. En dat ben ik nu, ik zit nu in het tweede jaar, samen met een ander meisje, die doet hetzelfde traject. En ook een oud jeugdboswachter toevallig inderdaad. Ja, dus eigenlijk is dat wel heel leuk dat je die extra binding hebt met eigenlijk kleins af aan, zeg maar. Dat je gewoon als jeugdboswachter naar stagiair, naar leerling natuurbeheerder, naar hopelijk uiteindelijk een vaste baan kan krijgen bij het Groninger landschap. Maar ja, zodoende ben ik er een beetje ingerold. Nu probeer ik dus iedereen een beetje wat te vertellen over de dingen die ik hiervan weet. Nou, we lopen nu op de Redoute. Dit is eigenlijk een kleine voorvestiging van het Bourtange zelf. De Redoute is eigenlijk een heel klein vierkant bakje hier
Links in, nou ja, hier links achter de bomen. Er is eigenlijk niet zo heel veel van te zien. En Redoute is eigenlijk wel grappig, want dat staat voor bakoven. En bakoven, dat is wel grappig, want vroeger werd Bhutan wel, nou ja, er waren vaak oorlogen natuurlijk vroeger, dus dat werd vrij vaak aangevallen of er was een bepaalde dreiging. Maar Bhutan was eigenlijk voornamelijk veen. En het voordeel aan veen is dat je, als je het nat maakt, dan kan je het, ja, dan creëer je eigenlijk een soort moeras. Waardoor je dan, ja, vroeger hadden ze nog geen auto's met vierwielaandrijving of tanks en dat soort dingen. Dus paarden en wagen en ja, mensen te been konden er eigenlijk niet doorheen. Dus eigenlijk had je met dit dus een extra verdedigingslinie. En de redoute staat, is een ander woord voor bakoven. En bakoven betekent eigenlijk oven waar brood in gebakken worden. En dan hoor ik jullie eigenlijk als denken van, maar wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, de baas van Bhutan van vroeger, die had huurlingen ingehuurd om de redoute te beschermen, zeg maar. En huurlingen, dat waren mensen van buitenaf. Maar in Bhutan zelf zaten de locals, zeg maar, de dorpelingen. En die hadden niet zoveel belang bij dat de huurlingen bij hun kwamen te eten. Dus toen heeft dus de chef gezegd, nou, jullie mogen hier zitten. Maar dan moeten jullie hier zelf je eigen brood bakken, zelf voor je eten zorgen. Dus bakoven komt een beetje van dat idee, van dat de huurlingen hier zelf moesten gaan zitten hun eigen brood te bakken. Zodat ze hier zelf konden blijven eten en slapen en de vestiging konden verdedigen. Daar werden ze uiteraard wel voor betaald. Maar dat was een beetje het hele idee erachter. Dat is eigenlijk wel heel grappig. En we hadden het hiervoor dus net over het blauwe knoopje. Ik weet niet of jullie het op de camera kunnen zien, maar hij is hier in vrij grote getallen aanwezig. Dus dit is de blauwe knoop? Yes, dat is de blauwe knoop. En wat is zo bijzonder aan de blauwe knoop? Nou, we zijn in het Groningen landschap best wel trots op dat we deze soort in het gebied hebben. Mede omdat het in Nederland eigenlijk een vrij zeldzame soort is. En het is een van de kenmerkende soorten van deze bodem, zeg maar, hier op het gebied van Bhutan. Dus een droge, schrale, voedselarme eigenlijk grond. En dat, daar is deze soort kenmerkend voor. Dus dit is een extra bevestiging, zeg maar, dat die grond ook daadwerkelijk is zoals dat wij hem willen. En dan staat deze soort hier, en dat vinden we zelf eigenlijk best wel heel erg gaaf. Terwijl die in Nederland niet op superveel plekken voorkomt. Zoals in Bhutan, voor ons is dat natuurlijk super mooi. Dus dat is de blauwe knoop. Ik krijg de groetjes van Bram Koorn en Lars Leeman zegt, of kan je dat nooit vertellen? Dat zijn alle jongens van voetbal, dus dat is super. Dit is dus wat jullie hier achter mij zien, is de oude soldaatdijk. Die loopt helemaal door van links, helemaal door naar eigenlijk de Duitse grens. Nou ja, vesting Bhutan ligt, zoals de meeste van jullie wel weten, vlakbij Duitsland natuurlijk. Maar deze dijk die loopt dus ook helemaal door tot aan de Duitse grens, waarbij die overloopt in onze eigen, zeg maar, de grenslijn van Nederland. En in Bhutan hebben wij een soort begrazingsproject staan met koningsparen, zoals Groningen Landschap wel vaker heeft. Hier, heel Bhutan is, dacht ik, 120 hectare groot. Er wordt bijna ook overal wat begraasd, door onder andere konings. We hebben nu, ik dacht, een stuk of, we hebben net veulens gehad, een stuk of tussen de 20 en de 30, 40 paarden hier lopen, die het gebied een beetje moeten begrazen. Maar zoals jullie hier achter eigenlijk al wel kunnen zien, loopt er eigenlijk niet altijd altijd helemaal goed. Dit is zwarte els en we hebben nog vrij veel berkjes staan. En paarden die eten eigenlijk liever gras of iets anders, maar niet dit soort boompjes. Dit laten ze eigenlijk staan. En wat je dus zal gaan kunnen krijgen als je hier niks aan zou doen, dan heb je binnen de kortste keer heb je er een
een bos staan, zeg maar. En dat willen wij als Groningen Landschap niet, niet met de potenties die wij voor dit gebied hebben. Dus wij hebben nog een aantal maanden per jaar doen we ook nog begrazing met Nederlandse landgeiten. Dat komt van een pachter en die laat ze dan in een stukje, nou ja, waar al heel veel kleine boompjes staan, rastert hij de schapen in, of die geiten in. Dat die dus zeggen dat hij de geiten in het gebied zet, een mobiel raster zeg maar eromheen zet, dat ze er niet uit kunnen. En dan beginnen die geiten natuurlijk eerst ook met het opeten van al het lekkere gras, maar ja, daar zijn ze vrij snel doorheen. En dan beginnen ze aan de boompjes en dat is voor ons eigenlijk heel gunstig. Zodat die boompjes voornamelijk op een natuurlijke manier weggehaald worden. En als er, mocht er uiteindelijk nog wat overblijven, dan doen we dat vaak machinaal, dat we ze eraf maaien of iets in een andere vorm van verwijderen doen. Zodat we natuurlijk wel gewoon een beetje het open vlak te houden, zeg maar, zoals dat in Bhutan altijd is geweest. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk. En dan hebben we hier... Dit is een sluisje. Yes. Dit is dus een sluisje waar ik net over vertelde dat eigenlijk verdedigd moest worden door dus de mensen bij de redoute. Dit was vroeger gewoon een rechtstreekse waterlijn naar Bhutan, toen nu nog steeds, maar met wat kronkelingen en wat ophoudingen erin. Dus hier ging het vroeger voornamelijk om, want de boeren wouden natuurlijk graag hun land zo droog mogelijk hebben, zodat ze daar gewassen op konden verbouwen. Maar in een vorm van, of in een tijd van, als er iets van oorlog is, dan is het makkelijk dat je dus inderdaad, zoals ik net vertelde, een moeras als extra verdedigingslijn hebt. En dat konden ze vanaf hier konden ze dat dus regelen. Aan de andere kant zit een plasje met water. Nu is het gewoon een soort stuwtje geworden. Maar vroeger konden ze dan water in en uit laten stromen wanneer ze dat wouden. En dat werd dus, daar werd het als vroeger voor gebruikt. Dus nu is het eigenlijk nog steeds wel heel leuk dat dit sluisje er eigenlijk nog steeds is. Een beetje als herdenkingspunt, zeg maar, aan die tijd. Oh, hier zie je het plasje inderdaad. Ja, dit is door de bomen vrij moeilijk te zien, denk ik. Maar hier inderdaad, hier ligt een klein plasje achter. Wat vind jij nou het mooiste gebied van het Groningen Landschap? Mooiste gebied? Dat is eigenlijk wel vrij lastig. Ja? Ik denk dat dat... dit is denk ik wel een heel bijzonder gebied. Misschien niet per se het mooiste in mijn ogen. Ik vind zelf met Wolda vind ik heel mooi. Met de Ernema Borg en echt een beetje dat, dat oude sierlijke, zeg maar. Maar ik vind dit is een gebied wat heel, heel anders is als in ieder geval de gebieden bij ons in Oost. Wij hebben natuurlijk in rayon Oost, dus in Termunten, hebben we dus natuurlijk de kwelders, dus vlakbij zee. Dat is, eigenlijk is het heel gevarieerd. We hebben dus dat en we hebben dus de kwelders bij zee. We hebben dus met Wolda, we hebben dit. Je hebt eigenlijk van alles... Water. Eigenlijk is kiezen is best wel lastig om te zeggen, want dit is echt mijn favoriet. Ik vind de zee ook heel mooi met die doorgang van zoet naar zout, met die passages. Met vis natuurlijk, dat trekt mij dan persoonlijk weer aan. Maar dit is ook echt een heel mooi gebied. En dit is dus de Soldatendijk? Dit is de oude Soldatendijk inderdaad. En dat is die eerste aankoop geweest yes. In 1936? Ja, 1936 inderdaad. Dat is heel lang geleden. Ja, klopt. En helemaal aan de, dat is dus, zeg maar de zuidwestkant. In die verre hoek tegen die lijnen aan daar, die boslijnen aan, dat is ook nog een klein bosje van ons. En daar, dat is ook wel leuk, dat daar zitten groene specht, eekhoorns. Dus het is ook wel grappig om daar, vossen lopen er ook. Het is ook wel grappig om daar, het is gewoon een wandelroute dat er doorheen loopt. Het is ook wel leuk als je daar een keer zou lopen of een wandeling maken hier in het gebied natuurlijk. Dat mag iedereen doen? Yes, ja. Dit gebied is gewoon voor iedereen open. Ook gewoon buiten de paarden. We hebben natuurlijk wel een wandelroute van, 8 kilometer. Nou, over de Soldatendijk zoals jullie kunnen zien. En dan een soort vierkant blok dat mensen kunnen lopen. Maar mensen mogen ook gewoon kriskras door het gebied heen. Dat maakt niet zoveel uit. We hebben dan uiteraard wel een paar regeltjes. Het niet voeren van de dieren. Honden aangelijnd. En niet op binnen 25 meter van de dieren komen. Als je de anderhalve regel tegenwoordig met mensen aan kan houden, dan moet die 25 meter met dieren moet ook wel lukken, denk ik.
En de koningspaarden hebben nu ook veulens, dus het is ook wel ook altijd wel leuk om te zien. Het is ook wel bijzonder eigenlijk dat die koningspaarden hier lopen. Ja, we hebben eigenlijk twee gebieden, aan de ene kant van de weg en aan de andere kant van de weg. En om voor koningspaarden te zorgen dat zij van de, nou ja, deze kant dus, van de noordkant naar de zuidkant kunnen, hebben we dus een tunnel aangelegd onder de weg door. Waardoor ze van de ene kant naar de andere kant zouden moeten kunnen gaan. Niet dat ze het zouden doen, maar het zou wel, de mogelijkheid is in ieder geval geboden aan ze. En Bhutan is eigenlijk voor die paarden qua voedingsstoffen niet heel super. Omdat de grond vrij schraal is, betekent dat paarden hebben in hun voedsel bepaalde mineralen nodig die ze hier eigenlijk niet kunnen vinden in de bodem. Dus dan denken jullie natuurlijk van, maar waarom lopen ze hier dan? Wij hebben samen met een andere organisatie hebben we mineraalstenen opgehangen bij de plekken waar ze vaak zitten. En die paarden zijn van zichzelf, als zij dus die behoefte hebben om in de mineralen, zeg maar. Als wij honger hebben, gaan we eten. Als zij behoefte hebben in de mineralen, dan hebben ze dat ook gewoon echt nodig. En dan willen ze dat ook. En ze zijn inmiddels, is dat redelijk aangeleerd, dat ze dan naar die, nou ja, likstenen zijn het eigenlijk. Die binden we gewoon ergens aan vast. Een paar keer per jaar en dan likken ze ze eigenlijk op. Het is wel heel grappig om te zien. Als je ze ophangt, zijn het gewoon grote vierkante blokken. En dan zie je ze in de verloop van tijd, aangezien je hier vrij vaak bent, steeds inkrimpen. Dat je ook echt merkt van, daar word ik echt gewoon goed gebruik van gemaakt. Jannie zegt in ieder geval mooie plaatjes en gesproken, dus die kijkt ook in ieder geval mee. Jesper, hartstikke bedankt. Ja, geen probleem. Tot de volgende keer. Ja. En heel veel succes de komende tijd. Ja, dankjewel. Ik zou zeggen, allemaal lekker komen wandelen hier en lekker naar buiten. En de kijkers ook, tot de volgende keer.